Vijfde positie voor Go Ahead met 58 punten. 10 punten erachter Roda. Dat dan wel graag een plaatsje wil stijgen. Om helemaal zeker te zijn van play-offs. Ja, wie hield wie nu vast? Molenga wordt blijkbaar vastgehouden door Luix. Maar Nachtegaal wacht er nog eventueel voordeel af. En dat was er niet. Veldmaten probeert, het is over grote afstand. Maar dat heeft Roda tot nu toe daar allemaal aardig afgeschermd. Nu dan toch ineens de ruimte voor Botos om uit te halen. En dan staat Eibiel met de handen geven. Waarom ik niet? Abstelen. Nou, die kan met grote passen helemaal door naar de achterlijn. En dan... Ja, is die laatste bal net niet goed genoeg. Maar opmerkelijk hoe ver die mocht komen. Vente, goed de bal naar de rechterkant. Marcio. Goppel. Ja, dat is goed gedraaid. En dan kan hij hem nog goed voorgeven ook. En is er een rebound-mogelijkheid voor Klaassen. Maar die schiet hem wel ruim naast. Leek het duwtje aan vooraf te gaan, maar het mag hier toch verder. Roda met Goppel en Veldmaat in achtervolging. Want dat moet je als Goppel de bal heeft. Maar als je naar die bal blijft kijken, kun je hem toch terugwinnen. Dat deed Veldmaten. Niettemin, hier is Bouchouari. En weer Klaassen, die weer een keer probeert te schieten. Nu met een listig boogballetje. Vente zet het lichaam er goed tussen en kan hem verder spelen. Vente wordt dan in de rebound niet bereikt door Mastro. Bouchouari. En Vent zou kunnen uithalen. Ja, dat doet hij en dat doet hij goed hoor. Twee vuisten, Gorter neemt geen risico. Luix. Ja, en Goppel die er wel raad mee weet. Dat is toch nog allemaal niet onaardig hoor. Wat Tijmen Goppel daar mee doet met die lange paas van Luix. Aardige paas. En dat levert ook een beste bal op voor Brouwers. En een ingreep van Hoekstra. Goeie aanval van Go Ahead. Ezebiel met het mooie paasje in de richting van Brouwers. Die hem met rechts opvangt en dan in de korte hoek wil schieten. Valkenburg die wegdraait. En een prima bal geeft op Vente. Vente zou hem in de verre hoek moeten schieten nu. Dat probeert hij ook. De voet van Gorter voorkomt een treffer. Fluke. Paar geven van Goppel. Goppel zelf dan nog een keer. En dan wordt hij van de bal afgelopen door Beukema. Daar had Roda een goede mogelijkheid op een treffer. Fluke tegen de grote Veldmaat aan. Hebiel één man kwijt. Kuipers. Dat is een goede bal. Dat is een goede bal. En dan is doelman Hoekstra te laat. En dan wordt hij niet afgewerkt door Botos. Hoekstra was te laat. De doelman is dan wel zo slim om dan geen overtreding te maken. Goede bal van Kuipers. Janis Botos. En dan is Hoekstra uit positie. Maar krijgt hij hem vanuit die hoek niet binnen. Ja, die bal is nog niet weg. En nu krijgt hij dan toch voor de eerste keer. En wellicht ook voor de laatste keer vandaag zijn mogelijkheid. Was geen makkelijke voor Molenga. De wedstrijd waarin ze allebei zo hun gemengde gevoelens aan zullen overhouden. Want het eindigt in Deventer, zoals het begon. In 0-0.